Wij zijn de familie De Serrano, gelegen in Locristi. Oorspronkelijk zijn wij hier gestart in 1982. Sinds 2014 is de zoon erbij gekomen. Wij hebben hier een gesloten vleesveebedrijf van om en rond 440 stuks, waarvan 150 kalvingen. Alle vleesvee dat hier geboren wordt, blijft hier en wordt hier alles afgemest. Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn ouders. Hoor. Ja. En mijn ouders die hadden dan maar een 65 vleesvee. Ja. In het begin hebben we weinig of niets van vrouwelijke dieren bijgekocht. Nee, nee. Voor een andere bloeilijn. Nee. Voor de rabberen en die dikke dieren, de graken. Puur wit-blauw opzetten. Meestal wordt naar gekeken om een dekstier kopen voor groei en kilo's. Naar de dikte kijkt men niet, maar groei en kilo's moet hebben. Op een korte tijd. Deze stieren zijn ongeveer het is 22 maanden oud. En dan wegen ze toch 550 kilo geslacht. Je maakt slachtrendement altijd tussen levend en geslacht. Mogen zijn rond het 70%. Hè. Ja. Een beetje schrik voor poten breken. Verrekking in de spieren. Hier, weinig roering maken. Ja. In de stal. Rustig. Zo min mogelijk, rustig. Alle dagen worden de dieren hier goed ingestrooid om ze ook rustig te krijgen. En ook als het zomer is, we hebben het van het Latour nagekocht. Omdat dat zijn alle spieren, hè, die produceren geweldig veel warmte. Om ze te kunnen koelen. We hebben grote van het Latour geplaatst. Vorig jaar hebben we per ongeluk, ja, met die hitte van 40 graden een paar dooien gehad. De kostprijs van die ventilatoren is er niets tegen. Hè, Tom, ja. En, hier zijn de vrouwelijke dieren. De bedoeling is dat ze op 2 jaar kalven. Dat is de bedoeling. En dat we een gewicht willen nemen van 500 naar 550 kilo. Hoe zit het met de tussenkalftijd op het bedrijf? Tussenkalftijd zit vrij goed. Tussen de 380 en 390 dagen. En hoeveel kalft een Belgisch wit-blauwe koe ongeveer? Hier kalven de koeien 2 keer en de beste 3 keer. Dus hier is namelijk alles keizersneden? Ja, we hebben wel onder begeleiding van de dierenarts. Hè. Dus ja. En dat dier ziet er niet vanaf. Nee. Nou wel de koe niet, als kalfje niet. Dus ja. Komt er kouwen ondertussen? Ja, ja, ja. Die is toch een comfort. Ja, want die is nu al staande, dus plaatselijk verdoofd. Eigenlijk, ja. Wat hoeveel zou het een uitval zijn bij de kalver rond de geboorte? Maar dan... 2 en op 100 dat veel. Ja, ja. Hoe lang blijven de koeien dan in de weide? Van in april gaan ze buiten. 3 oktober komen ze binnen. Koeien die op de weide staan kunnen binnen en buiten. Ja. Worden binnen ook bijgevoederd. Controle voor je dieren ook. Als er iets mis is aan een dier, dat heb je toe, heb ze ook. Daarvoor geschoren tegen luizen en schurk, zodanig dat de groei optimaal blijft, is een behandelbox ideaal. Ja, de keizersnede gebeurt daar. Daarna komen ze elk apart in een hokje, waar dan ze ongeveer een 4 à 5 weken zitten. Ze krijgen hier melk. De melk wordt toegediend de eerste 24 uur biest en daarna krijgen ze je kunstmelk. Alles wordt toegediend via de melktaxi. Ook worden er vlokjes toegediend, als ongeveer een paar dagen oud zijn al. En hoeveel keer en hoeveel liter per dag? 2 liter morgens en 2 liter 's avonds, 4 liter per dag. Bij heel warm weer, altijd vers water bij. Uit onze kalverstal komen onze vrouwelijke en stiertjes nog gemengd naar deze stal. Die wordt dus gevoed met een voedermengwagen. We krijgen dus mais, gras, perspulp van een deel CCM. En we krijgen ook krachtvoeder bij. En dat krachtvoeder wordt hier gevoederd met een kilo per 100 kilogram levend gewicht. 80 hectare ruwvoedermengeling die allemaal ingezet wordt voor de eigen kalf. Alles wordt opgevoederd. Dus hoeveel mengelingen moet je eigenlijk maken per dag? Twee voor de zoogkoeien eigenlijk. Ja, voor de vrouwelijke dieren wordt er mengeling gemaakt en voor de stieren een afmest. Ja.
Dus eigenlijk per dag moet ik vier karkens eten maken. Ja. Voor zeker de mengeling, in... voor het jongvee en voor de roeiende stieren is hetzelfde. Ja. Maar dan wordt er een onderscheid. Specifieke krachtkoeien voor de groei. Ja. Schrijf wel ook 6 kilo CCM bij, per kop. Zo hoog mogelijk energie op basis van aardappelen en CCM. Stel een keer dat nu de zoogkoeienpremie zou afgeschaft worden, wat zouden we daarvan vinden? Ah, niet goed. Nee. Ik denk, hè, ik vind dat de velen gaan stoppen met kweken. Er gaat veel te veel ingevoerd worden, hè, en dat is ook weer niet goed. Hè. Dus we moeten blijven fier zijn op ons product en de prim moet blijven. Voilà.